Ja, kijk, er zijn heel veel thermostaten op dit moment die makkelijker bedienbaar zijn dan vroeger. Dus bijvoorbeeld dat je op afstand kan bedienen en alles. En toen ik hoorde van Toon, waarbij je dus echt je verbruik gewoon real-time kunt zien, ja, daar was ik echt ongelooflijk in geïnteresseerd. Dus ik kan niet wachten. Sommige mensen denken van, nou ja, ik word een hele rotzooi op de hals gehaald. Valt heel erg mee. Je hebt verder niks nieuws nodig. De kamerthermostaatkabel zit er al. Dus dat is eigenlijk het enige wat gedaan hoeft te worden. Overzetten. Ja, bij de cv-ketel moeten we even wat doen. Meestal is de ketel wel vrij. En twee sensoren op de meter met een kastje. Ja, die sensoren die sturen continu door wat er gebruikt wordt. En aan de hand daarvan kun je zien van, nou, dat gebruik ik. En ja, zo kun je een beetje zien of je goed zit met je jaarafrekening van Eneco. Heel belangrijk, ja. Want het is namelijk zo, als je inzicht krijgt in dingen, ook als je bijvoorbeeld een kasboek gaat bijhouden of je gaat andere dingen in je leven bijhouden, op het moment dat je inzicht krijgt, scheelt dat gewoon 10% aan de kostenkant. Überhaupt, als je echt over de hele linie kijkt. Dus ik denk dat dit heel veel huishoudens heel veel geld gaat schenken. Ja, ik zat er bovenop. Alleen je had nooit die koppeling tussen je verbruik en wat het uiteindelijk zou gaan kosten. Dus dan was die eindafrekening toch nog altijd, hoe zuinig je ook was en hoe secuur je ook was met je verbruik, dan was die eindafrekening toch altijd een verrassing. En voor heel veel mensen is het gewoon echt geen fijne verrassing. Is het gewoon echt een nachtmerrie. Als je een paar honderd euro moet bijbetalen voor een gewoon gezin, is dat tegenwoordig echt veel geld. Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. Heel blij, ik juich hem echt van harte toe. Nee, ik vind het heel belangrijk, ik vind het ook heel goed dat zij als eerste echt die stap zetten om het verbruik te koppelen aan het bedrag. Ja. Dat gaat via internet, ja, klopt. Wij stellen dat in op de Toon en dan ja, als hij daar verbinding mee heeft, heeft hij verbinding met Eneco. En ik was aan het denken van, ik vind de thermostaat al zo'n lelijk ding. Dus ik dacht van, als het maar niet nog een grotere kast is, met nog dikker en een andere kleur en zo. Maar het is prachtig, het is net alsof je een iPad aan de muur hebt. Ja, en toch denk ik dat bedrijven, leveranciers, op welk gebied dan ook, die rol moeten gaan aannemen. Net zoals banken meer zorgplicht hebben om te zorgen dat mensen niet te veel gaan lenen. Zo heeft Eneco ook een zorgplicht om te zorgen dat mensen wel inzicht blijven houden in hun verbruik.